Vandaag gaat een profielschets vastgesteld worden van de nieuwe burgemeester van de gemeente Urk. Of ik het zou kunnen worden, dan zou ik niet in de vertrouwenscommissie moeten gaan zitten. Voorlopig ben ik nog even raadslid. Urk is op zoek naar een nieuwe burgemeester. En daar gaat de commissaris van de Koning bij helpen. Na input van bewoners van Urk werd 16 januari in de gemeenteraad gesproken over de profielschets van de nieuwe burgemeester. De commissaris gaat op basis daarvan de procedure in en zal de eerste selectie van kandidaten doen. Het is een hele serieuze procedure. Daarom is het ook leuk om te doen. Dat maakt ook heel duidelijk waar je verantwoordelijkheden liggen. En dat doe ik altijd in dit soort vergaderingen. En dan gaat het erom dat de aanspreekbaarheid, dat als het niet goed gaat, dat die verhoog ik daarmee. Waar moet volgens Urk de nieuwe burgemeester aan voldoen? We vroegen het de raadsleden. Nou, belangrijk vind ik natuurlijk dat hij bestuurlijk heel sterk is. Dat hij echt boven de raad, boven het college, boven alles staat. Mens vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Een burgemeester die aan te spreken is, ook door de gewone burger, dat er eigenlijk geen drempel is. Urk heeft natuurlijk wat met schepen, hè? Vissersgemeente en grote haven. Ja, en een boegbeeld zat vroeger voor op een schip. Je herkende een bedrijf van het schip of het land of het volk van een schip, herkende je aan het boegbeeld. Voor mij is het belangrijk dat het een burgemeester is die vooral burgervader of burgermoeder is. Die naast de bevolking kan staan, die ook snapt wat de bevolking drijft. Een van die onderdelen is natuurlijk ook het christelijk geloof wat dit dorp kenmerkt. Het is een gemeenschap die erg gebaseerd is en ook, zeg maar zeggen, draait op de waarden die bij het geloof horen. Dat de burgemeester er staat, ook als het een keer tegen zit. Ja, ons volkslied zegt het al, Urk is een Zoetendaal en wie er is, die blijft er al. Waar al meer dan 1000 jaren. Waar al maar als 1000 jaren. Waar al meer dan 1000 jaren. Urk zit echt in ons hart, wij gaan hier niet weg en wij houden van Urk. En als er wat is, dan zijn we met z'n allen één en dan staan we er.